Politicus Michel Hania, regisseur Albert van Strien en graffiti-kunstenaar Emiel Krietsman. Mijn naam is Floris Noord en dit is Grand Café MIC. Ja, goedemorgen en welkom bij de allereerste aflevering van Grand Café MIC. Onze gasten van vandaag, naakt op de campagneposter en heel veel bier. Hoe serieus is deze studentenpartij uit Leeuwarden eigenlijk? We vragen het de lijsttrekker van student 058, Michel Hania. 11 maart gaat de spannende thriller Zwart Water in première met in de hoofdrollen Barry Atsma en Hadewieg Minus. Is Nederland eigenlijk wel klaar voor een thriller van eigen bodem? We vragen het regisseur Albert van Strien. Welkom. Dat straks, maar nu eerst een veelbesproken onderwerp in onze samenleving, graffiti. Is het nu vandalisme of toch een vorm van kunst? Emiel Krietsman is lid van de graffiti-groep Codex Inferno. En jij bent in de gelukkige omstandigheden dat je van je illegale hobby je werk hebt kunnen maken. Gelukkig wel. Emiel, bij graffiti denk ik aan 's nachts, jongens met capuchons en een beetje duister allemaal. Klopt dat beeld? Dat klopt min of meer. Bij de echte graffiti-scene is dat zeker waar. Straatschoffies met een spuitbussie en... wat biertjes op en 's nachts op pad gaan en de muren bekladden. Maar zo ben je zelf ook begonnen, neem ik aan, toch? Min of meer. Zo ben ik al. Ik ben eerder begonnen met tekenen. En graffiti heeft me altijd geïnteresseerd. En tegenwoordig met het internet heb je natuurlijk veel... Inspiratie vanuit de precies, hele wereld. Precies, je ziet alles om je heen gebeuren. En, ik vind dat er toch een bepaalde zweem van romantiek altijd omheen hangt. En een bepaalde spanning ook natuurlijk, want je voelt altijd die ogen van de politie misschien wel in je rug prikken. Ja, ja, ja. Is het ook een kick waarom je het doet? Ja, zeker, zeker. Adrenaline, daarvoor doe je het. En zeker ook de dag daarna als je metro voorbij komt rijden met jouw naam erop en je ziet dat voorbij komen, dan sta je wel eventjes te juichen. Weet want geen voorwerp is te gek voor jullie om onder andere nee, te rijden? Nee, en de spuitbus is overal goed voor. Ik kan alles bedekken, dus dat is goed. Ben je wel eens opgepakt eigenlijk? Ik ben afgelopen, 6 maanden geleden ongeveer, ben ik meegenomen door de politie. Ja, hoe ging dat? We stonden eigenlijk gewoon een kunstwerk te maken, wat in mijn ogen dan een kunstwerk is. En in mijn ogen ook een legale plek. Er stond zelfs een bordje naast van hier mag het. En volgens de politie dus niet. En toen werden we in de boei geslagen en meegenomen. Ben je naar het politiebureau, gevangenis in? Zeker. Taakstrafje? Nee, dat niet. €50 boete uiteindelijk. En zelf schoonmaken ook? Nee, dat niet. Nee. Hoe is die passie voor graffiti nou eigenlijk ontstaan? Ik had eerder een passie voor kunst, voor creativiteit gewoon. Ik was altijd fan van Rembrandt en eigenlijk klassieke kunstenaars, ja. Realisme en dat soort dingen. En toen ik dat terugzag in graffiti... Denk ik in jouw vakgebied? Nee. Over de wereld gezien zijn er heel veel graffiti kunstenaars die dat op die manier beoefenen. Alleen wordt dat dus nu tegenwoordig niet meer echt onder graffiti gerekend. Je hebt wat foto's ook meegenomen. Misschien dat we daar even naar kunnen gaan kijken, dat je erover wat over kan vertellen. Ja, ja. Wat zien we hier? Ja, we zijn daar bezig met een graffiti muurtje in Antwerpen. Dat was voor een evenement. Can It heette dat. Waar we voor uitgenodigd. Dit is een evenement, dus dit is legaal allemaal? Dit is allemaal legaal. Dit is in opdracht. Het werd, zoals je ziet, kregen we ook hoogwerkers, et cetera. En wie zien we op de foto's hier? Je ziet mij, ik ben aan het werk en met twee collega's. En hier zie je ook twee collega's aan het werk. We hadden toen contact gelegd met twee jongens uit Spanje. En daarmee hebben we samengewerkt toen op dat evenement. Het was een bijeenkomst van heel veel graffiti-artiesten uit heinde en ver. Uit Amerika, uit Londen, uit... Italië, Spanje, et cetera. Een inspiratie uitwisselen. Ja. Deze vond ik ook heel mooi. Hoe heb je dit nou precies gedaan? Een bepaald contrast heb je erin. Het is een vlakke muur. Daarachter loopt een trap omhoog. Dus vandaar de schuine rand. En wij zaten van de dag van tevoren eigenlijk te bedenken. Wat kunnen we met zo'n vorm doen? Hoe kunnen we die vorm toepassen in het concept? En daar hebben we dus uiteindelijk een soort kijkdoos van gemaakt. Een open schoenendoos. En dit hebben jullie dan als groep Codex Inferno hebben jullie dit gemaakt? Ja, ja, ja. Wat is dat dan precies voor een groep? Wat moeten we daarbij voorstellen? In de graffiti scene zou je dat kunnen noemen een graffiti crew. Maar wij benoemen het eerder als een kunstcollectief. Ja? Dus het is gewoon een samenwerking. We doen het met z'n drieën. Is dat ook een bepaalde manier van leven echt? Zeker. Zoals bijvoorbeeld de rappers ook met gouden tanden en dat soort dingen? Of dat er allemaal onder valt, dat weet ik niet. Maar het komt allemaal vanuit de hip-hop natuurlijk. Het is met breakdansen, met graffiti kunst, met hip-hop, met dat soort dingen. Dat komt er allemaal uit voort.
Naast de cavity spuiten doen jullie ook nog een hoop andere dingen. Jullie zijn geloof ik ook bezig met muziek nu, tatoeages ontwerpen, eigen t-shirtlijnen ontwerpen. Ja, ja, ja. Die kick van het illegaal spuiten was niet geld genoeg meer? Dat jullie toch andere dingen... Nee, nou, wij willen onze geld verdienen en niet geld verliezen. En liever niet in de gevangenis zitten. Want dan kun je ook niet echt creatief bezig zijn. Nee, liever niet in de gevangenis zitten. Er zit een politicus naast je. Dus laten we hem even vragen wat zijn mening over graffiti eigenlijk is. Nou, ik vind het een mooie uiting van je gevoel. En als het een beetje kan, graag legaal natuurlijk. Maar als het onder bruggen is of andere plaatsen waar het gewoon saai is, dan ben ik wel van mening. Ja, moet het gewoon kunnen? Ja, vind ik wel. Oké, nou ben je een andere mening toegedaan dan Pascal Brugmans van het CDA, want die is namelijk falikant tegenstander van graffiti. Ja. Die vindt het gewoon van vandalisme en het moet gewoon moet ophouden. Ja, wat vind je daarvan? Het ligt eraan in wat voor vorm dat gebeurt. Er zijn heel veel verschillende vormen. En inderdaad ben ik het er ook niet mee eens als iemand een krabbeltje zet op een beeldhouwwerk midden op het Rembrandtplein. Dan denk ik ook van ja, waar ben je nou mee bezig, weet je wel. Maar ja, als het op een, inderdaad wat hij zegt, onder een tunnel of ergens waar het gewoon saai is, grijs. En dan heb ik ook zoiets van, maak er maar iets moois van. En metro's, treinen? Oh, dat mag van mij ook wel hoor. Ja? Ja hoor. Vind ik ook zo saai als maar wat. Het is toch van iemand anders? Ja, 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 maar ja, het is ook wel opfleuring. Ik vind het sfeer bieden. Ook als je in de trein stapt en je kijkt om je heen, dan zie je het overal. Ja. En het is niet dat elk ding op zich nou zo mooi is. Het is het geheel, de algemene sfeer die het meegeeft. Klopt. Ja. Je ziet ook vaak dat jullie natuurlijk over elkaar heen spuiten. Mm-hmm. Hebben jullie dan ook, zijn er nog andere groepen dat jullie een bepaalde vorm van rivaliteit hebben met elkaar? Die is er zeker, alleen houden wij ons daar min of meer buiten. Over het internet wordt er ook nogal gereageerd op werk. En je hebt een algemene graffiti site in Amsterdam, Bomdiggy, en daar wordt dan ook gereageerd op werk. En elke dag wordt er weer opnieuw geüpload en mensen reageren en de ene vindt het zus en de andere vindt het zo. Opnieuw geüpload? Ja, er wordt elke dag nieuw werk geüpload, dus alles wat in Amsterdam gebeurt aan graffiti, dat komt daarop te staan. En alle groepen, de crews dus, die reageren daarop. En de ene crew die vindt hem weer slecht, maar de andere die vindt hem weer juist de king, zoals dat genoemd wordt. Dat gaat allemaal op een vrij vriendschappelijke manier? Niet altijd, niet altijd. Nee, je hebt ook redelijk agressieve jongens die toch wel redelijk vervelend kunnen doen als het... Voorbeeld, graag. Nou, waar de laatste... bij die muur toevallig, die je net zag, in Eindhoven is dat toevallig, die schuine muur met het doosje. Ja? Daar is toen op een gegeven moment is iemand overheen gegaan en die heeft daar een piece op gezet, zoals dat heet, met typografie. En dan zoek je diegene even op? Nou nee, dat was eerder zo van, ik gebruik jullie werk als achtergrond voor mijn ding. Ja? En dan heb ik zoiets van, dat gaat wat te ver. Dan gebruik je dus mijn werk voor in jouw portfolio. Dat kan gewoon niet. Dus daar heb ik contact mee gezocht. En die heb ik gezegd van vriend, zo gaat dat niet. En de reactie was? Smoesjes. En toen had ik zoiets van, nou ja goed, volgende keer dan komen wij wel met een creatieve terugslag. Okay. Dan nog een laatste vraag. Wij zijn een nieuwe talkshow, allereerste uitzending vandaag. Mm-hmm. We hebben nog geen logo, dus ik wilde jou eigenlijk vragen of jij voor ons een mooie logo zou kunnen maken. Graffiti stijl. Dat kan ik zeker doen. Ja? Geen probleem. Oké, nou dan kunnen we afspreken dat we die in de volgende uitzending mogen onthullen. Ja, zeker. Dat is goed. Okay. Nou, super, dankjewel voor de komst in de studio. Geen probleem.